We zijn weer terug, dames en heren. Welkom vanuit de Amsterdam Arena. Mijn naam is Evert de Napel. En vandaag gaat het dus tussen Ajax en Bayern München. De sfeer is weer geweldig in de Amsterdam Arena, waar bijna alle stoeltjes gevuld zijn. Ja, er zijn nog aardig wat stoeltjes bijgebouwd voor het Europees kampioenschap in 2020. Dan worden er in dit stadion 3 groepswedstrijden en een 8e finale gespeeld. Maar goed, dat is nog ver weg. Laten we ons concentreren op de wedstrijd van vandaag. We hebben 2 geweldige talentjes om in de gaten te houden, Jury. Ja, het is natuurlijk heerlijk om verslag te mogen doen van een wedstrijd als deze, hè, met zulke getalenteerde spelers. Ik ben erg benieuwd wat deze 2 vandaag voor ons in petto hebben. Ajax is toch ook een behoorlijk grote naam in de voetbalwereld, nietwaar, Jury? Ja, een van de grootste namen in het voetbal. Hè. En dat komt natuurlijk mede door Cruijff. Ze hebben 6 Europese toernooien gewonnen en gingen er 2 keer met de wereldbeker vandoor. Wat een erelijst, hè. En met deze aftrap van Bayern München is de wedstrijd officieel begonnen. En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. Had jij eigenlijk het liefst beide teams in deze 4-3-3 formatie zien spelen, Jury? Nou, ik vind het juist wel leuk om 2 verschillende systemen tegen elkaar te zien. Want je gaat nu toch een beetje krijgen van wie past zich aan wie aan. En dat is op zich een best interessante gegeven. Lewandowski wordt buitenspel gegeven. En hier zien we de beginopstelling van Bayern München. Er is vandaag gekozen voor 4-4-2. Misschien wel het meest hanteerde systeem ter wereld. Ja, heeft dit de traditionele variant. Hè? In het zogenaamde kommetje. Hè? Met eigenlijk alle middenvelders op een rijtje. Waar misschien de buitenste middenvelders ietsjes niet te staan. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Wie weet levert dit een kans op. Schot van Müller. De keeper grijpt in. Hoekschop, Bayern München. Diepe corner. Weg met die bal, dacht de doelman en slaat hem weg. Die legt de bal terug. De bal strandt ergens in de verdediging. Speler krijgt de bal weer terug. Schöne. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Een grote mogelijkheid, hoor. Niet te veel. De bal vertrekt van de schoen. Daar is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is rap, Jury. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Vanuit die hoek is het doel lekker groot. Het was goed geanticipeerd. Daar kun je de verdediger wel op aanspreken. De goal vanuit een andere hoek. De eerste goal van dit treffen. Kingsley Coman. Alaba. Dat wordt een vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen. Mats Hummels. En lekker geraakt. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Hakim Ziyech. Huntelaar aan de bal. Thomas Müller.
Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Gevaarlijke situatie nu met het voordeel voor Ajax. De scheidsfluit. Hummels maakt een overtreding. De Jong. Prima poging. Hoekschop. De bal werd nog aangeraakt door de verdediger. Het is geen enkel probleem van Neuer. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Hakim Ziyech. Kingsley Coman. Kimmich. Mogelijk een goede kans hier. Ruimte nu voor Bayern München in de voordeelsituatie. Lewandowski. Als hij deze kopkans terugziet, dan zal hij zich nog wel eens achter de oren krabben, Jori. Ja, het is een beste kans hoor, maar slecht ingekopt. Deze kopbal mist alle richting. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Die is doorgebroken. Uitgelezen kans om te scoren. Wat een redding, Jury. De tegenstander had een vrije doortocht naar het doel. Maar ze hadden buiten de keeper gerekend. Die liet zich even niet in de muren leggen. Ja, die keeper doet alles goed hoor, Evert. Hij gaat op het juiste moment voor de bal. Hij is echt met lef gekiept. Die sliding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. De bal wordt in de 6. Ja, zo heeft de keeper ze graag. Ribéry ontvangt de bal aan de buitenkant. Stuit op de verdediging. We krijgen een corner. Hier zien we de herhaling, Jury. Een goede keeper is zo belangrijk voor een team, even. Dat zie je hier ook. Mooie redding. De corner wordt diep getrapt. Weg met die bal, dacht de doelman en slaat hem weg. Wat een actie. Lewandowski wordt buitenspel gegeven. De paas gaat diep en breed ook. Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. Lewandowski. Kingsley Coman. Gaat dit hem worden? De bal gaat naar de tweede paal. De bal gaat via de paal. Ajax mag doorspelen en krijgt hier wat ruimte. Kansloze sliding. Hij springt er gewoon overheen. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Müller. Voor de... Daar geeft Bayern München een vrije trap weg. De scheidsrechter trekt geel voor Thomas Müller. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Hij slaagt recht op het doel af. Lewandowski! Goed ingegrepen, maar we krijgen toch een hoekschop. Ze kiezen voor de lange variant. Zo zie je de ballen graag op je afkomen als keeper.
Klaas-Jan Huntelaar. Springt over hem heen. Prachtig om te zien. Quarantin Tolisso. Frank Ribéry. Voordeel voor Bayern München. En dat biedt perspectief hoor. Koeman. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Lewandowski. Er komen maar liefst 4 minuten blessuretijd bij. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte? Daar geeft Bayern München een vrije trap weg. Daar loopt iemand in de weg. Het schot wordt geblokt. Kingsley Coman. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Er had wel iets beter getraind mogen worden op de counter. Maar nu is de bal voor de tegenpartij. Hij is er door. Bayern München kan het gat induiken op de vleugel. Schot gelost. Moet scoren. Doelpunt. Ze maken het achterstand ongedaan. Wat gaan we hier allemaal nog beleven, man? Het kan nog alle kanten op. Ik ben heel benieuwd of beide ploegen nu vol voor de overwinning zullen gaan. Bayern München met de treffer. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanvaller. En die wist er wel raad mee. De eerste helft is gespeeld, stand is 1-1. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. Geef je mening eens over de eerste 45 minuten van Ribéry vandaag. Ja, zijn doelpunt vlak voor rust heeft het aanzien van deze wedstrijd volledig veranderd. Hè? Dit kan nog een geweldige tweede helft worden. Ik vind dat hij een goede wedstrijd speelt. De tweede helft staat te beginnen. De eerste helft was de moeite waard. Nou, dat is zeker leuk om naar te kijken even. Een paas op een grote afstand. Gevaarlijke situatie nu met het voordeel voor Ajax. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Müller denkt vooruit. Je ziet dat het een aanvallend ingestelde speler is. Zo maak je de keeper niet moeilijk. Hij weet die paas te onderscheppen. Lewandowski wordt buitenspel gegeven. Ze vechten om de bal. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Vrije trap toegekend. En die vrije trap stuit op de muur. Voorzet richting de... Met zo'n voorzet ga je de keeper niet moeilijk maken. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Zie ik!
De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Lewandowski. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. En Ajax gaat er met de bal vandoor. Volkomen terecht. De Jong. Weggewerkt. Komt dat schot. Doelpunt. Daar deden ze toch even een tikkie uit hoor, aan de tegenstander die nu een achterstand ongedaan moet zien te maken. Ja, dat zal een flink karwei worden. Maar het verschil is maar één doelpunt. We gaan nog een keer naar dat doelpunt kijken. De keeper zat er in eerste instantie nog bij. Maar de rebound is voor de aanvaller. Die stond op de juiste plek en maakt alsnog de goal. Bayern München heeft een achterstand. Niklas Süle. Hummels. Kingsley Coman. Mats Hummels. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Er komt een inworp aan van Ajax. Ik denk dat ze hier voor een stuntje gaan zorgen. Wat denk jij? Nou, dit mag je wel een stunt noemen, even. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Grote kans voor Müller. Müller! Dat is een beste kopbal, maar het houtwerk staat een doelpunt in de weg. Ja, goed ingekopte bal. Soms is het verschil tussen het doelpunt en een gemiste kans maar een paar centimeter. Hoog druk zetten van de tegenstander. Müller kiest de aanval. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. De scheidsfluit. Hummels maakt een overtreding. Geel voor Hummels. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Het is lopen met de bal op de helft van de tegenstander. Penalty! De scheidsrechter wijst naar de stip. Hij mag heel blij zijn dat hij op het veld mag blijven na die strafschop. Vooral ook omdat hij al een kaart heeft gehad in deze wedstrijd. Ja, hij mag inderdaad de scheidsrechter op zijn blote knietjes bedanken. Missen zeg, ik hoor die keeper hier vloeken. Duidelijk een wissel met het oog op de volgende wedstrijd. Als hij geel krijgt, dan krijgt hij een schorsing aan zijn broek. Een eigen doelpunt, dat is toch wel een nachtmerrie voor een voetballer. Kingsley Coman. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Kimmich. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Het is lopen met de bal en de blik vooruit. En nu uithalen. Die bal wordt nog net onderschept.
Wat een ruimte voor Bayern München aan de zijkant. Ja, dat kan iets worden. Hij heeft steun genoeg. Bayern komt dat schot. Dat was bijna nummertje 2 vandaag voor deze speler. Ja, hij heeft er al 1 in liggen. Er komt een hoekschop voor Bayern München. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of... Dit is toch echt wel een opgelegde kans, hoor. Maar ja, die wordt even vakkundig om zeep geholpen daar. Ja, dit is een teleurstellende poging, Evert. Van die afstand moet je eigenlijk gewoon scoren. Maar hij maakt het doelman niet eens moeilijk. En hij springt zo over die slijding heen. De supporters zijn blij met het spel van hun ploeg. Hoor ze eens juichen. Ja, die denken dat de buit binnen is. Ja. Straks slaat het over op de spelers en kunnen ze in de slotfase de overwinning binnenslepen. Arturo Vidal. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog 10 minuten. En dan nu de vrije trap voor Bayern München. Arturo Vidal. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? De bal is de spelbreker. Hij weet die paas al. Lewandowski! Dat zou de aansluitingstreffer moeten zijn. Ze komen terug in de wedstrijd. Straks maken ze nog de gelijkmaker ook. De aansluitingstreffer. Het kan nog spannend worden. Ja, inderdaad. Verschil van 1 goal. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Nog maar 10 minuten te gaan en de thuisploeg krijgt hier de kans om iets aan de stand te doen. De spanning is te snijden, Evert, op de tribunes. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Daar wordt de bal prima afgeschermd. De Jong. Hij verliest de bal. Nog slechts 4 luttele minuten te gaan. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Thomas Müller. Overtreding en ze mogen de vrije trap nemen. Dat is toch een fikse overtreding hoor. Dat zien we vaak wel even, dit soort overtreding. Terecht een rode kaart. Wat een blinde sliding, hij neemt de speler mee. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Prima man! Oei, dat was een uitstekende vrije trap. Ja, de doelman pakt hem. Kom maar, 4 minuten extra tijd. De fans laten hun op. Vrije trap. Maar wat kunnen ze uitrichten vanuit deze positie? Dat is de tweede keer geel deze wedstrijd en hij kan dus vertrekken. Ja, rode kaart. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. Wat een afzwaaier toch. Van dit soort ballen ligt het tegenstander echt geen seconde wakker. Nee, dit is natuurlijk een ongelooflijk slecht genomen vrije trap. Florentin Tolisso, knap gegeven. Hij wordt weggestuurd. Overtreding, vrije trap. En met deze gele kaart staat deze speler met 1 been al in de kleedkamer. Zijn ploeggenoot heeft hem net voorgedaan hoe dat werkt, wanneer je dus 2 keer geel krijgt.
Goed genomen hoor, die vrije trap. De keeper heeft hem. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan. Oh, oh, dat kan een dure fout worden. Het duel is afgelopen. Die kranten zullen morgen wel vol staan over dit eigen doelpunt. Ja, dat heeft ze de kop gekost. Die beste. Nou, wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt, hè. Dat is toch knap. En hij past van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag de zege heeft opgeleverd. Wat Rob.